Dag allemaal, lezen voor de lijst De ware nar van P.C. Hooft. In 1617 opgevoerd, waarschijnlijk in 1616 al wel voltooid, maar dat weten we niet zeker, dus ik hou maar 1617 aan. Een goede samenvatting vind je op scholieren.com. Er zijn zelfs een heleboel samenvattingen, zag ik. Ik leg een paar belangrijke accenten van wat je eventueel gevraagd kan worden. De Warenaar is een komedie, een toneelstuk waar wat te lachen valt dus, uit de Gouden Eeuw. Dat is de 17e eeuw en dan is het cultuurhistorisch gezien de Renaissance. De humor, want het is immers om te lachen, is voor een 20e eeuwse toeschouwer, toneel moet je zien, niet lezen, soms wat moeilijker te begrijpen. En alleen een toelichting kan je dan de humor laten zien. Dus het is niet altijd zo dat je dubbel ligt van het lachen bij het lezen van een 17e eeuwse komedie. Je moet de achtergronden een beetje kennen. Als het in de klas behandeld is, zal je docent daar ook ongetwijfeld zijn best voor hebben gedaan. Deze komedie bestaat uit een proloog. Een voorwoord dus, zou je kunnen zeggen, een stukje dat eraan vooraf gaat, en vijf bedrijven. De motieven zijn geld en liefde, en als je wat dichter op de tekst inzoomt, is de moraal: laat je niet meeslepen door hartstochten of begeerten, zoals bijvoorbeeld de begeerte naar geld, omdat je je reden, je verstand, niet reden, maar reden, je verstand, dan kwijtraakt in de zin van dat je dan ten onder gaat aan die hartstocht en je mee laat slepen. En je verstand vertroebeld wordt, zodat je uiteindelijk zeer ongelukkig eindigt. Dat is eigenlijk in het kort de moraal. Laat je niet meeslepen door hartstochten. In de proloog zijn twee vrouwen aan het woord, mildheid en gierigheid. En dat zijn geen echte personen, maar dat zijn allegorieën of personificaties. Abstracte zaken die voorgesteld worden als levende wezens. Nou, begrippen gierigheid en mildheid in het geven van geld en goederen, die zul je ongetwijfeld begrijpen, dat hoef ik niet toe te lichten. Mildheid verdrijft gierigheid uit het huis van Warenaar. En eist de overwinning op. Zij gaat over het huis heersen. En er zal dus het een en ander moeten veranderen, maar dan moeten we eerst weten wat de situatie was. We zullen zien dat dat uiteindelijk ook gebeurt. Warenaar ziet vrij plotseling in dat hij slaaf van zijn geld was en in plaats van gierig wordt hij nu vrijgevig. Voor een 20e eeuwse toeschouwer of lezer is dat wel plotseling, maar voor die 17e eeuw niet, want die had in die proloog al gehoord dat mildheid het uiteindelijk zou winnen. En dat betekent ook dat Warenaar moet veranderen. En dat gebeurt dan ook. Hij wordt vrijgevig, maar hij was gierig. Hij had een pot met geld en die schenkt hij nu uiteindelijk als bruidsschat aan Klaartje en Ritsert, die nu samen een baby hebben. En Lekker, die wil hij wel 500 gulden schenken, ook al heeft hij die eigenlijk gestolen, maar zijn baas die schenkt hem die 500 gulden, die zegt: als je het nooit meer doet, dan kom ik er ook niet meer op terug. Nou, de mildheid heeft dus gezegevierd, want die Warenaar was een enorme vrek die zeer armoedig geleefd heeft om maar zoveel mogelijk geld te vergaren en zijn pot als een waanzinnige heeft beschermd en behoed en elke keer weer naar die pot terugkeerde om te kijken of die er nog wel was. Op zichzelf is dat al wel komisch, dat in en uit het huis gaan, daar kom ik straks nog wel even op terug. PC Hooft, met een T, denk daarom, is mogelijk niet de enige auteur. We weten het niet zeker, maar misschien heeft Samuel Koster ook aan het stuk meegeschreven en Gerbrand Bredero. En dat zijn mogelijk dus mede-auteurs. Maar
op het titelblad staat dat PC Hoofd de auteur is, dus daar gaan we maar van uit. De hoofdauteur in ieder geval. De stof is ontleend aan Aulularia van Plautus, een werk uit de klassieke oudheid, want je weet, in de Renaissance richt men zich op die klassieke oudheid en gaan veel schrijvers, dichters, schilders naar die oudheidsvoorbeelden kijken. En dat betekent dan ook Renaissance, betekent ook wedergeboorte van de klassieke oudheid. Wat die bron betreft, kan je docent je vragen naar de drieslag translatio, imitatio, emulatio. Dat is zijn een paar moeilijke termen voor hele eenvoudige begrippen. Als je het werk uit het Latijn bijvoorbeeld vertaalde en dat als enige deed en het dus in het 17e eeuws vertaalde bijvoorbeeld en verder niks veranderde aan het werk, dan was dat translatio. Als je er in de intrigue bijvoorbeeld al toch wel wat ingrepen deed, dingen veranderde, het verhaal een andere wending liet geven, dan was dat een imitatio. En een heel geslaagde imitatio, die ieder kunstenaar eigenlijk nastreefde, was de zogenaamde emulatio. En dat was dat je het, dat betekent dat je het werk dat je voor je hebt overtreft. Dat het nog prachtiger van inhoud wordt, nog treffender geschreven is, nog mooier geformuleerd. En dan spreken we van emulatio. Iedere kunstenaar in de 17e eeuw streefde daar wel naar om toch nog beter te zijn dan zijn voorbeeld. Translatio is de vertaling en dat is dus het eenvoudigste onderdeel. De imitatio is een vrije creatieve bewerking van het voorbeeld en als je het werk overtreft, dan heet het emulatio. Dan is het nog boeiender, origineler en knapper gemaakt dan het voorbeeld. Ik denk dat je hier bij PC Hoofd kunt spreken van een imitatio en niet van een emulatio. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Wat de personen betreft gaat het heel duidelijk om speaking names. Ware nar is de echte dwaas die als een gek, als een ware gek, zijn geld vrekkig beheert en alles probeert te doen om te voorkomen dat die pot gestolen wordt en die pot op allerlei plaatsen begraaft. Dat is op zichzelf al heel vreemd gedrag, maar hij laat zich daarbij te veel leiden door zijn hartstocht voor het geld, door zijn vrekkigheid. Rijkert, nou, wat kan dat anders zijn dan de rijke koopman, is een figuur en talloze bijfiguren die hier en daar genoemd worden, hebben sprekende namen omdat de personages stereotypen waren. Vooral de namen van mensen die alleen maar genoemd worden en verder geen rol spelen zijn soms erg mooi gekozen. Het zijn dus, voor die figuren in die komedie zijn dus schematisch opgezette flat characters. Hè. Hopelijk heb je dat in klas behandeld. Personages met maar één karaktertrek. Ze zijn daardoor goed herkenbaar en met een vast handelingspatroon komen ze in die stukken, in de toneelstukken of in de romans voor. Je hebt bijvoorbeeld slaaf of knecht die gehaaider is dan zijn meester. Denk bijvoorbeeld aan Lekker. Het verleidelijke jonge meisje en de altijd bejaarde vrek. En dat is in dit geval Warenaar, oudere man die vrekkig is en achterdochtig en zuinig. Die wordt door het publiek onmiddellijk als een flat character herkend. De chique mannenverslindster, de kletsende oudere vrouw. De oudere vrouw is hier Geertruida, of Geertruide, daar wil ik vanaf zijn. Dus die hebben, ook in dit stuk, hebben die vaste gedragspatronen. En dat wordt je vandaag de dag niet in dank afgenomen, maar in de 17e eeuw dachten ze daar anders over en zeker op het toneel. Daar kwamen veel, in comedies althans, daar kwamen veel flat characters voor.
De bedoeling van een komedie was dat de mensen in een vrolijke stemming kwamen, dat ze moesten lachen en ze plezier hadden. En ze gingen in de 17e eeuw zelfs zo ver dat ze daar genezende eigenschappen aan toekenden. De melancholie, dat je te veel zwarte gal in je lijf zou hebben. Ze hadden zo'n bepaalde leer van humeuren, werden die genoemd. En als je nou bijvoorbeeld een beetje depressief was, dan moest je als medicijn maar eens naar het toneel gaan, naar de komedie. Dan kwam je daar genezen van terug. Behalve het vermaak was het dus ook belangrijk dat het werk een moraal of wijze les bevatte. Al mocht hij er ook weer niet te dik op liggen. Dat vond men dan weer niet goed. Het moest luchtig blijven, want er moest wel wat te lachen vallen. Nou, die moraal heb ik al genoemd, hè. Als schrijver moest je de komische verteltechniek beheersen. Nou, hoe wordt het nou komisch gemaakt? Nou, de quasi-scheldpartijen en gevechten die Warner levert met verschillende personages om die pot maar te beschermen. Soms leeft hij in de waan dat ze die pot willen afpakken en dat ze hem willen bestelen. Hij is eigenlijk paranoïde, hè? Frekkig niet alleen, maar hij heeft achtervolgingswaan en hij doet van alles om zijn pot te beschermen. Die openingsscène met die huishoudster van hem, die die in en uit het huis jaagt, of eerst uit het huis dan weer in het huis jaagt, is kenmerkend voor hem. De vele omzwervingen en controles van de pot zijn dus bijvoorbeeld erg grappig. En de terzijdes, waarin als het ware zo met een schuin handje tegen het publiek dingen gezegd worden. Of waarin iemand in zichzelf mompelt. En die terzijdes die bevatten heel vaak komische monologen. Maar er zijn ook komische dialogen, bijvoorbeeld tussen Warenaar en Ritsert, waar de een denkt dat de ander aan het stelen van de pot denkt en daar ook over het stelen van de pot heeft, terwijl de ander over het zwanger maken van Klaatje spreekt. Hè? Nou, dan zitten ze allebei op een ongelijk spoor en jij als kijker of toeschouwer of lezer, die weet dat dan en dat werkt heel komisch. Hooft maakt voortdurend gebruik van wat wij de dramatische ironie noemen. Dat is iets heel eenvoudigs, het klinkt erg ingewikkeld. Maar het is gewoon de ironie die gebruikt wordt in het toneelspel. En dat betekent dat de toeschouwer meer weet dan de personages van het verhaal. Nou, dat is hier heel duidelijk. Al vanaf het eerste bedrijf weet de toeschouwer dat Warenaar een pot met geld bezit en iedereen als een mogelijke dief beschouwt. En de mensen weten ook dat dat niet het geval is, dat ze geen dief zijn en helemaal niet op dat geld uit zijn. De andere personages zien Warenaar namelijk uitsluitend als een vrek, wat hij ook is. Warenaar heeft zelf ook niet door dat hij een slaaf van zijn bezit is. Dat maakt het ook komisch, hè? Dat hij dat bepaalde paranoïde gedrag vertoont. En de kijkers en toeschouwers en lezers die weten dat, maar hij is de enige die het niet weet. Een ander voorbeeld is Klaatje. De toeschouwer weet vanaf het begin af aan eigenlijk al dat ze zwanger is en dat er een kindje komt. Maar Warenaar heeft haar uitgehuwelijkt zonder enig besef van wat hij nou eigenlijk aan het doen is. Dus voor de lezer geldt dan, hoe gaat dit aflopen? Het is ook een spanningverwekkend element. Rijkert verdwijnt aan het slot uit het gezicht als huwelijkskandidaat. Dat moet ik wel even toelichten, want daar heb ik zelf ook even naar gekeken. Op een gegeven moment wordt iemand anders de huwelijkskandidaat. Ik kom zo op wie dat is. Maar Rijkert was toch degene die met haar zou trouwen. Maar hij verdwijnt en er wordt gezegd in het stuk, ongetwijfeld omdat hem duidelijk gemaakt is
dat Klaartje zwanger is. Want dat heeft hij niet geweten. En met zo'n vrouw, zo'n lichtzinnige vrouw, wil je in de 17e eeuw niet trouwen. Een vrouw die zwanger is en waarvan gezegd wordt dat ze zelf niet weet van wie. Maar dat betwijfel ik eigenlijk. De belangrijkste karaktertrek van Warenaar is dus zijn achterdocht. Hij is paranoïde als het om geld gaat en met name om de pot met geld. Hij is er de slaaf van omdat hij superzuinig leeft, op het armoedige af. En dat is duidelijk de hoofdkenmerk, het hoofdkenmerk van hem. Een van de lastigste vragen die ze je op het tentamen kunnen stellen is de vraag, wat is er nou eigenlijk leuk of komisch aan dit stuk? Wanneer moest jij nou eigenlijk lachen? En ja, dan zit je even in jezelf te denken van ja, wanneer gebeurde dat dan? Wat gebeurde er? Nou, ik geef uit ieder bedrijf een voorbeeld van een komische situatie. In het eerste bedrijf is de openingsscène meteen heel leuk. Warenaar slaat Rijm, zijn dienstmeid, met veel gooi- en smijtwerk de deur uit. Uit angst dat ze de pot zal ontdekken. En even later moet ze weer naar binnen om op het huis te passen omdat hij weggaat. Nou, dat is een heel grappig in en uit. En dat is hetzelfde komische effect als met die pot. Naar die pot toe, van die pot weg, naar die pot toe. Om maar zeker te stellen dat die er nog is. Dat maakt het komisch. En dat gooi- en smijtwerk is natuurlijk ook wel komisch. En dat in en uit en de bijbehorende dialogen, die zijn uit het leven gegrepen. Zo spraken Amsterdammers in de 17e eeuw. En waarom zou die pot weg zijn? Er is geen enkele reden toe. Het zit in hemzelf dat hij daar steeds weer naartoe wil. Tweede bedrijf. De voorbeelden die Lekker, Casper en Theus geven van Warenaars gierigheid, die vond ik erg grappig. Het eerste nog niet zo grappig, maar wel behoorlijk confronterend. Hij betaalt het etentje 's avonds niet als ze de huwelijksakte eigenlijk samen willen ondertekenen als families vanwege het uithuwelijken van zijn dochter dus. Maar ze zeggen hij is zo vrekkig dat hij probeert tegen te houden dat de rook ontsnapt bij de haard naar boven. Dat wil hij eigenlijk half en half tegenhouden, want anders wordt hij er minder van. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig grappig. Hij stopt de pijp van de blaasballer dicht. Want, zegt hij, zo kan er geen lucht uitlopen. Nou, een blaasbalg moet je dicht duwen. Dus als je die gewoon open hebt staan, dan gaat er helemaal geen lucht uit. Dus het is natuurlijk ongelooflijk grappig om zijn gierigheid daarmee te bewijzen. Hij bewaart zijn afgeknipte vingernagels. Een beetje een vies detail, maar ik vond het wel grappig. Zo zijn omdat hij zijn vingernagels spaart. Als hij gaat eten, dan eet hij 3 dagen niet voor hij bij zijn nichtje Trein gaat eten. En hij eet dan daarna zoveel dat hij 3 dagen bijna kotsend rondloopt, zouden wij zeggen. Heeft hij zoveel gegeten dat hij daarna ook weer 3 dagen niet hoeft te eten. Dan heeft hij in totaal 6 dagen niet gegeten. En dan word je rijk. Want dan hoef je het eten niet te betalen. Derde bedrijf. Warenaar heeft gevochten met de haan, omdat die krabde op de plaats waar de put verborgen was. Hij heeft die haan half dood gemaakt. Nou, hoe paranoïde kun je zijn? Grappig is ook de eindeloze stoet verkopers met wie je te maken krijgt volgens de Rijkert als je een rijke vrouw trouwt. Sowieso is dat pleidooi voor een trouwen van een niet-rijke vrouw is al koddig. Dat is al grappig. Wie doet dat nou? Een rijke vrouw is toch alleen maar een interessante, mooie partij, fijne partij om die als echtgenoot te hebben. De kunst van de redenrijkers haalt het niet bij die kletspraat van vrouwen, zegt hij op een gegeven moment. Dan heeft hij het over de roddelarij van vrouwen in het algemeen. Ja, de 17e eeuw was niet erg geëmancipeerd en
Hoewel er ook wel wordt gezegd dat de rijkdom van de 17e eeuw, sorry, de rijkdom van de 17e eeuw voor een groot deel ook tot stand gekomen is door het verstandige handelsbeleid van vrouwen van kooplieden. Dat die de hand hadden in heel wat zakelijke transacties. Maar goed, hier kun je zeggen, hij bespreekt heel komisch het kletserige van vrouwen op straat die over van alles praten en hij vergelijkt dat dus met rederijkerij. Rederijkers waren amateurverenigingen en mensen in amateurverenigingen die voor hun plezier dichten en comedies en zo schreven. En die kletspaard van die vrouwen is nog mooier dan die rederijkerij. Mooi zinnetje. Liever 25 vage vuren dan een huwelijk met een rijke vrouw, zegt hij op een gegeven moment. Hij draaft dus ook wel heel erg door. En dus dat uitvergroten, dat opblazen, is ook een typisch komisch kantje van derde bedrijf. Vierde bedrijf, daar hebben we Warenaar weer, die lekker te lijf gaat omdat hij in zijn paranoia meent dat lekker de pot gestolen heeft en van het ellendige kerkhof af, waar alleen criminelen begraven worden. Hè. Daar heeft hij die pot op zichzelf wel komisch op het naaste stukje kerkhof dat je kan vinden, heeft hij die pot verborgen. En daardoor, doordat lekker van een afstand blijft toekijken, komt lekker erachter dat die pot daar begraven is. Nou, het vijfde bedrijf, nog een voorbeeld van iets wat komisch is. Rijn die Geertruid ophaalt voor de aanstaande bevalling en steeds maar treuzelt om de lof te zingen van Klaartje. En het ongeduld van die Geertruid, dat ze eindeloos moet wachten tot die Rijn eindelijk een keer uitgepraat is. De Warenaar eindigt met een oproep tot applaus. Er is wel een Latijnse term voor, maar die gun ik je graag. Het is een oproep tot applaus. Dus dat is in de laatste zinnen van het stuk, waarmee Plautus zijn comedies ook vaak afsloot. Dus dat is van Plautus overgenomen. De Warenaar werd in de 17e eeuw een groot succes. In 1617 ging het bij de Nederduitse Academie in première en daarna werd het nog veel gespeeld. Vanaf 1637 in de Schouwburg, die verrees op de plaats van dat academiegebouw dat ik net noemde. De gehele 17e eeuw bleef het een succesnummer en volgens mij komt dat door die flat characters die in de samenleving herkenbaar zijn en door de mooie intrigue, de verrassende intrigue met het verrassende slot. Daarna verdween het van het repertoire en pas in de 19e eeuw werd het weer een keer gespeeld. Maar het is eigenlijk in de 20e eeuw van het repertoire verdwenen. Eén opmerking nog over de Warenaar. Vrouwen mochten op het toneel aanvankelijk niet meespelen. Dus de première van de Warenaar, daar werden de vrouwenrollen gespeeld door mannen. Want het was een vrouw verboden om op het toneel te staan. Gelukkig was dat in 1638 afgelopen en vanaf 1638 mochten ook vrouwen de vrouwenrollen vervullen. En het is, zoals gezegd, een groot succes geworden. En daarom is het ook terecht dat je bij Nederlands de Warenaar nu op je lijst hebt gezet. Nogmaals, de inhoud kun je vinden op scholieren.com. Het is een vrij eenvoudig verhaal om te begrijpen, maar de moeilijkste dingen om uit te leggen op het tentamen heb ik met dit filmpje denk ik wel behandeld. In ieder geval de dingen die ik altijd gevraagd heb. En dat verandert niet zo snel als het om een wat ouder stuk gaat. Ik dank je weer dat je hebt afgestemd op mijn kanaal. Als je er wat aan had,
dan mag je het liken. Daar word ik altijd blij van. En ik wens je verder een fijne dag.